Waarom ben je onherkenbaar in beeld? Zou jij je eigen veiligheid op het spel zetten om de VIP te beschermen? Wat doe je als je supernodig naar de wc moet? Hoi, leuk dat je kijkt. Ik wil mijn naam niet zeggen, maar ik ben persoonsbeveiliger bij de politie. En ik doe mee aan het vragenvuur. Waarom ben je onherkenbaar in beeld? Nou, eigenlijk is het heel simpel, want het helpt mij in mijn werk om anoniem te blijven. Hoe word je persoonsbeveiliger? Nou, persoonsbeveiliger word je door eerst politieagent te worden en uiteindelijk kan je solliciteren bij de DKDB. En dan ga je de opleiding in, waarvan 5 weken rijopleiding en 14 weken intern. De DKDB, dat staat voor Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Wat voor mensen beveiligen jullie? Wij beveiligen leden van het Koninklijk Huis en andere aangewezen personen die bedreigd worden. Denk aan bijvoorbeeld diplomaten, ambassadeurs en anderen. Weten je vrienden en familie dat je dit werk doet? Nou, mijn familie sowieso, want die staan natuurlijk heel dichtbij. En goede vrienden van mij weten het ook. Maar niet al mijn vrienden of kennissen weten het. Hoe ziet jouw werkdag eruit? Nou, wij kunnen bijvoorbeeld een TBP, een te beveiligen persoon, vervoeren naar zijn of haar werk. Of hij gaat naar het strand, of hij gaat op vakantie. Dat zijn dingen waar wij bij aanwezig zijn, zodat de TBP zijn dagelijkse dingen altijd kan blijven doen. Zou jij je eigen veiligheid op het spel zetten om de VIP te beschermen? Ja, want het is mijn werk. Dragen jullie vuurwapens en zo ja, welke? Nou ja, laat ik het zo zeggen dat we goed zijn voorbereid. Maar wat we sowieso hebben is het wapen wat elke politieagent op straat heeft, dat Walter. Wat is het leukste aan je werk? Wij komen op hele bijzondere plekken waar anderen niet komen. Alle deuren gaan voor je open. Wij moeten zorgen dat een TBP ergens veilig aankomt. Het is gewoon heel mooi om daar je werk van te maken. En af en toe gaan we natuurlijk ook naar het buitenland voor ons werk. En dat is ook wel echt heel mooi. Dat zijn wel de krenten in de pap. Wat doe je als je super nodig naar de wc moet? Nou, dan vraag ik aan mijn collega, kan je mijn plek overnemen? Of ik moet het ophouden? Werken er veel vrouwen bij de DKDB? Nee. En dat zijn er ruim 10, dus nou, dat is niet heel veel. Dus heb je interesse, zou ik zeggen, solliciteer. Waarom hebben jullie geen politieuniform aan? Nou, wij zijn natuurlijk wel agenten, dus ik ben brigadier, dat is mijn rang. Alleen, ik heb een andere functie en er hoort een ander uniform bij. En dit is ons uniform. Maar wij werken ook wel eens in burger, dus dan heb je gewoon je normale kleding aan. En wat wij allemaal bij ons hebben, is eigenlijk hetzelfde wat een agent ook bij zich heeft. Dus we hebben altijd een vest aan. We hebben ons vuurwapen, we hebben pepperspray, we hebben handboeien, we hebben een tourniquet. We hebben andere medische middelen bij ons. En ook een zaklamp. Welke auto's hebben jullie tot jullie beschikking? Nou, je hebt best wel wat auto's tot onze beschikking. Gepantserde als niet gepantserde voertuigen. In principe is het voertuig zo gemaakt dat we in de meeste situaties door kunnen blijven rijden. Nou, achter mij staan twee gepantserde voertuigen, een Mercedes en een BMW. De Mercedes rijdt heel erg op comfort, maar ik vind die BMW toch wat sportiever. Oké, top. Superleuk dat je hebt gekeken naar deze video. We zijn heel benieuwd wat je ervan vond. Laat hieronder je reactie achter. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal en like deze video. Doei doei!